In deze video. Franse talen hier, hè? Die gebestal. Frans, jullie lang daar. Jij woont hier? Nee. Zie jij wat ik zie? Ja. Oh. Allemaal hamster. My God. Nee. Hallo. Wat gaan wij doen? Wij gaan naar België. België. Ja. Dus we gaan naar België toe. Ik heb er zin in. Heb jij er ook zin in? Ja. En we bewegen helemaal. We hebben heel veel eten bij ons. Echt heel veel. Heel veel eten en nog veel meer ervan. En dit is Amy, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Kijk, dit ben ik! Guys! Oké, jullie kennen Amy al van deze video. Yep. Oh my god. En hiervoor zitten zussen. En daarvoor zitten ouders. Ja. Maar alleen maar. Maar ja, we moeten nog, weet ik veel, anderhalf uur rijden. Hallo meneer. En we moeten nog anderhalf uur rijden, zeg maar. Dus. Maar ja, het is moeilijk om zo snel naar Brussel te rijden, toch? Ja. Maar we kunnen toch ook gewoon even dit doen en dan zijn we in Brussel. Ja. Ja, dat is echt heel goed. Ja, we gaan gewoon teleporteren, oké? Ja. Is dat een goed idee? Ja. Oké, 3, 2, 1. En dan zijn we in België. Dus we zijn in Brussel aangekomen bij het hotel. Het is heel mooi hier. Ja. En we zijn met deze lelijke. Jij bent de zus van jou. Jij bent de zus van mij. Maar kijk. Het is hier heel mooi, want je hebt hier hele mooie lichtjes. En heel veel mooie ledlichtjes. Kijk eens. Dus we zijn in Brussel aangekomen. We zijn heel blij. En hier zit een random eend. Ik weet niet waarom, maar oh, ik vind het wel een mooie kleur, want hij is groot. Ik vind die eend wel echt heel leuk. Dus als het goed is, gaan we nu onze spullen, onze koffers naar boven brengen. En ja, ik zie jullie wel straks. Wees up-to-date. Oké, Amy, leg eens uit wat er zojuist is gebeurd. We waren dus in het hotel en we gingen daar vloggen. En toen bleek het dus dat we in het verkeerd hotel waren. Ja, dat is een super kak. Hoofd. Je lijkt op een naakte mol. Oh, waarom ben ik een naakte mol? Waarom ben ik een naakte mol? Oké, never mind. Maar we zijn dus in het verkeerde hotel beland. We zijn nu onderweg naar het andere hotel. Dus ja, wat vinden jullie ervan? Ik vind dat je op een naakte mol lijkt. Oké, jongens, zijn we dus aangekomen bij het nieuwe hotel. Dit hotel is wel het goede hotel. Vorige keer waren we bij het verkeerde hotel. Maar we zijn nu dus bij het nieuwe hotel. We hebben een appartement. Dus we hebben ook een balkon. Niet het mooiste uitzicht of zo. Maar ja, we hebben daar uitzicht op nog een paar andere gebouwen. Ja. Daar heb je een muurtje. En daar zie je Amy staan. Hallo. Ze zit in een andere kamer. Maar ja, dat boeit in principe vrij weinig. We hebben daar nog heel mooi gebouwen. En ja, dit is eigenlijk een beetje het uitzicht op het balkon. We kunnen misschien vanavond nog even roomtour daar laten zien. Maar ja, voor nu, tot later. We gaan straks eventjes de stad in.
straat. Nu zitten we in een apotheek. Het eerste wat ik tegenkom zijn babykleren. Dus hier kan je dat kopen in een apotheek. Dat is echt super apart. Maar het is wel schattig. Ik bedoel, kijk, zo klein. Wat schattig allemaal. Kijk, deze vind ik het leukste. 5% mama, 5% papa, 100% ikke. Geniaal. Hier kom je ook echt van al die baby dingen tegen zo. Ik weet niet waarom ik dit eigenlijk film, maar ja. We zijn in de apotheek beland. Amy, vertel, waar ben je onder de indruk door? Dit ding. En dit is zo'n stoommachine of zo. Ik weet niet of de lens nu beslagen gaat raken, maar een soort stoommachine en dat komt heel lekker geur uit. Dus we zijn nu bij zo'n Medimarkt, noemen ze dat hier in Brussel, een soort van de tuinen, zo'n drogist. En het ruikt altijd super lekker, maar we kwamen erachter dat het door dit ding komt. Maar ja, dat ruikt dus super lekker. We zaten dus een beetje te lopen en kijk wat we daar zien. Een katje op het raam. Op het raam, bij het randding. Ze ziet ons, zij of hij ziet ons. We dachten net dat hij wel ging springen, want hij keek echt zo naar beneden. Yo, heet hij met je? Doei. We gaan verder lopen, kat. Ja. Doeg. Tot de volgende keer, ook al kom ik hier nooit. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En doe even een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op Mr. Vergen kanaal. En als je dat niet doet, wij gaan je opzoeken. Oké, okay, cringe. Maar oké, okay. Waar zijn je beland, Amy? In? In een Japanse. Ja, we zijn in Brussel, maar het soort van Chinees-achtig. Kijk, dat zie je ook aan die mooie. Oh, zo, ineens wel. Mooie stoenkies. Ik weet niet hoe het werkt. Ja, we hebben mooie stoenkies en TikTok. We hebben drugs. Heb je hem al op? En we hebben wasabi. Nee. Heb jij de challenge aan? Laat het durf. Nee, ben ik ver. Kijk, als je wasabi lust, laat het even weten. Volgens mij lust niemand het maar. Dus wij gaan nu lekker drinken en eten en dan zien we jullie de volgende keer. Ik heb het nog niet. En trouwens, we gaan straks naar een plein toe. Ik heb het sinds eerder. En dan zie ik jullie weer. Dus tot zo. Ja. Doei! Zomaar ben ik niet op de vlog gekomen. Wat wil je op de vlog? Ja. Oké. Okay. Hoi allemaal van het kanaal van Mr. Varenheid. Ja. Mr. Varenheid, dat is een vrouw. Nou, laat maar. Begin dan maar. Lekker uit. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ja, vergeet niet blauw te abonneren op Mr. Varenheid kanaal. En ja, als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat dan wel even. En ja, kijk ook okay, even verder uit met onder dit video. Oké, en nu? Ja, moet je uitleggen wat we gingen doen? Oh, wat gaan we nu doen dan? Oh my god. Drinken. Dat TikTok-race ding, toch? Maar wat? Ik heb begonnen. Gaan we eruit knippen, toch? Ja, toch? Nee. Oké, wat gaan we hiermee doen? We gaan toch langer gaan we drinken. Ik bedoel eten. Oké, Lama, zij kan dus echt voor geen meter uitleggen, dan doe ik het maar. Oké, de bedoeling van dit ding, van dit spel, is dat jij 4 TikTok's in je hand krijgt. Dus 5 drugspilletjes. Dan krijg je 4 puntjes ecstasy, alle 4. En die moet je in je mond stoppen. Ja, ik heb deze al aangeraakt. En dan moet je doen wie het langst erop kan zuigen. Klinkt zuigen. Maar dan moet je het langst erop zuigen. Sabbelen. Ja, wie het gewoon langst in je mond. Net sabbelen. Wie het langst kan sabbelen. 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 So yeah. Ja, en als je hebt gewonnen, dan hou je al niet, man. Oh. Jij wou toch zo nodig op de video? Je staat op de video. Dus hij zoomt nu in op je hoofd. En ik niet. Oké, we gaan beginnen met de challenge. En ik ja, en dan wil ik ook. Ja, toch? Nee, je hebt het laten vallen. Nee, Amy, pak hem maar op en ga maar eten. Nee, je krijgt een nieuwe. Nee, ze moet het oppakken en dan gaat ze. Nee, ik ga dat niet. Nee. Geef maar één. Nee, ja. Nee. Hallo, nu heb ik het nog steeds 3, hè? Oh, hier. Ja, dankjewel. Oké, we gaan beginnen. Ik pak allemaal jullie pilletjes. Ja, Noor ook. Nee, ik doe niet. Zij doet niet mee, maar oké. Je hebt het in je hand, oké. Ja, trouwens, sorry voor de kwaliteit. Het is hier heel slecht licht. Kijk, maar ik heb hem wel trouwens. Of we hebben 4. Ja, allemaal 4. Nee. Ja. Kom op. Nee. Ja, oké. Iedereen heeft. Oké. Ja, jij ook? Ja. Ja. Oké. 3, 2, 1. Het stinkt ook echt. Oké.
Nu sabbelen. Hey jongens, hoe zit het met jullie TikToks? Nou, ik heb hem al op. Oh my god, ik was het vergeten. Ja, oh, jij hebt verloren. Net dat jij verloren. Ja, oké, okay, maar jij hebt verloren. Ja, maar net dat jij... Ik heb er nog één. Ja. Megan, hoe zit het met jouw TikToks? Ik heb er nog maar één. En echt? Ja, kijk maar. Ik heb ze alle vier nog. Aha. Misschien ga jij winnen, pa. Ik denk het wat wel. Wat deed jij daar? Ik wilde een nieuwe pakken. Ja. Yay. Daar is het drinken. Ik heb 8%. Zo, wat is dat erg? Mama. Ja. Vinden we niet leuk. Yay, drinken. Yay. We hebben zojuist appelsap besteld. Ja, want appelsap is gewoon de goeie. Yes. Hey, precies dezelfde die we ook, hoe heet dat? Die ik gisteren ook had. We waren gisteren ook bij het restaurant, precies dezelfde appelsap. Geinig. Dat ze die ook in België hebben. Ja, een koekje. Hey, drink ze allemaal. Oké, ik moest eventjes filmen van mijn zus hoe ze haar thee inschenkt. En hoe ze haar duimen verbrandt. Maar ja, okay. Go your gang. Of dat echt bestaat of zo. Ja, daar gaat het al goed. Bam. En nog steeds, het licht hier is zo crappy. Je ziet hier echt het beeld ook. Het beeld is echt gaat suiker erin. Je ziet allemaal van dat ruis. Oh my god. Oh my gosh. Wat is dat? Sestifying? Oh yeah! Perfect. Gewoon een goede, toch? Nou, we hebben net dus gedronken. Ja, okay. En nu gaan we naar Mannekepis. Dus ja, ik heb er zin in. Inderdaad. Ja, we hebben net dus lekker gedronken. We gaan nu naar Mannekepis toe. Ik bedoel, je kan niet uit Brussel vertrekken zonder naar Mannekepis geweest te zijn. Dus hey, Franse talen hier, hè? Ik heb een stal. Frans, jullie lang daar. Jij woont hier? Nee. Wow, dikke Levi's auto. Maar oké. Er gebeurde net dus iets echt heel raars. Er kwam opeens een random man naast toe en die zei: ik mag hier alleen maar Frans praten, is Brussel, blablabla. En ja. Maar zoals ik net al zei, je kan niet uit Brussel vertrekken zonder naar Mannekepis geweest te zijn. Maar daar gaan wij nu naartoe. Ja. Maar je moet, als iemand zoiets zegt, dan moet je zeggen in het Frans: tu es moche. En dat betekent je bent lelijk. Inderdaad. Dus je moet zeggen: je bent lelijk. Tu es moche. Tu es moche. Nee, ja, vieze. Vieze. Echt, hè? Maar ja, wij gaan nu naar Mannekepis, dus ik zie jullie later. Amy, waar zijn we nu? We zijn nu in mama, typisch Belgisch restaurant. En we hebben heel lekker eten, want kijk, we hebben een lekker frietje. Even scherp stellen. Wow. Yeah. Heel lekker frietje met nog een vleesje erbij, super lekker. En ik heb ook frietjes en ik heb mayo en ketchup gemixt. Inderdaad. Dat is altijd. Heb je het gemixt? Ja, dat is echt lekker. Jullie moeten dat ook een keer proberen. En wat hebben jullie voor eten? Oké. Jongens, wat hebben jullie voor eten? Serieus. En wat heb jij, Megan? Oh, hallo! En wat heb jij, Megan, voor eten? Patat. En ik had er net een heel stukje mooi stukje vlees op. Kijk, dat gaat nu weer gebeuren. Okay. Kijk, jongens. Kijk hoe droog dit eruit ziet. Heerlijk. Mooi. Nou, jongens. Eet smakelijk. Nou, wij hebben heel erg lekker gegeten. Inderdaad. En nu gaan we volgens mij naar Mannekepis. Inderdaad, wat we eigenlijk echt al veel eerder hadden moeten doen. Maar ja, echt al 3 uur geleden. Zoals, ja, ik moet natuurlijk mijn tas meenemen. Zoals jullie aan de konden zien, hadden we lekker friet gegeten. Een klein stukje biefstuk erbij. Dus dat was super heerlijk. We gaan nu op weg naar Mannekepis als het goed is. Dus dan zien jullie dit keer echt daar. Oké, jongens, later. Oké, jongens, wat ik zojuist net heb gezien is echt niet normaal. We zijn hier bij Mannekepis en moet je dit zien. Oh my god. Wat vind jij ervan? Ik vind dat echt heel mooi. Ik ook, maar het is zo groot. Ja, het is echt heel hoog. En je ziet daar ook heel klein de Belgische vlag. En er zijn ook nog eens heel veel mensen. Ja, echt niet normaal. Zo hé. Dit is wel even iets anders dan Nederland, zoals ik al zei. Dus Amy, waar staan we nu? Bij? Nou, we staan nu bij Mannekepis. Hey!
Het viel, het valt alleen jongens, heel jongens, erg tegen. Jongens, Nee, dit is Mannekeplas. Ja, dat wisten we. Maar het viel dus heel erg tegen, want we dachten dat het echt zo'n groot standbeeld is van onze lengte, zeg maar. Ja, we dachten echt net bij het vliegveld. Maar het is gewoon dit. Ja, serieus. Maar we staan ernaast, jongens. Ja, dus het is wel weer bijzonder. Hij is ook lekker aan het plassen, dus dat is super fijn. Ja. Maar hij zat ook echt achter zo'n hek en zo. Ja, dat wist ik echt niet. Ik dacht dat het gewoon een normaal standbeeld was. Ja, daarom. Maar ja. We hebben hem gezien, jongens. En we gaan hem lekker eten. Inderdaad. We gaan lekker vreten. Junken. Maar ja. Nu kunnen we rustig Brussel verlaten. We hebben Mannekevis gezien. Dus dat is helemaal goed. Ja. Oh, Amy. Nou, we zijn echt heel erg... Helemaal kapot, want helemaal we hebben net kapot. Heel lang gelopen. En ja, het is nu, weet ik veel, rond 11:45. Ja. En we zijn helemaal kapot. We hebben super lang gelopen. Dus we gaan nu lekker ons hotelletje in. En ja, dan maar gewoon lekker slapen. Want het is echt super laat. Dus ja, laten we maar naar onze kamer gaan. Goedemorgen, Amy. Goedemorgen. Het is weer de volgende morgen, oftewel dag 2. Oh, Amy, kijk. Wat heb ik hier mee? Wat doen jullie? We gooien een kat over het balkon heen. Oké. Maar wij gaan vandaag naar een hele leuke winkeltjes toe. We gaan ten eerste naar de Vanstore, dat is super leuk. We gaan. Ja. Ik weet eigenlijk niet. Kijk, dat is niet. En we gaan ook nog. We gaan vandaag waarschijnlijk vanavond of ik weet niet, laat in de middag ook nog naar huis. Want ja, het is een weekendje weg en het is geen vakantie of zo. Dus we moeten maandag gewoon weer naar school. Ja. Maar ja, het enige wat ik weet dat we vandaag gaan doen is dat we naar de Vanstore gaan. Dus ik zie jullie als we bij de Vanstore zijn. Jongens, ik zie daar het logo van Vans. Joepie. Laten we er naartoe gaan. Oh. Meen je dit nou? No. Hij is dicht. Nee. Dat is zo jammer. Ik had echt gehoopt dat hij open was. Maar nee. Hij is dicht. Wat jammer. Wow. Het begint ook nog te regenen. Ja, het zit gewoon niet mee, jongens. Maar ja. Het is jammer. Oké, jongens, we zijn dus aangekomen in een soort van snoeptent of zo. Ja, ik weet niet hoe het echt genoemd, maar een soort wafeltent waar je koffie en wafels en allemaal kan krijgen. Maar, moet je dit eens zien. Ze hebben ook bubbelwafels. Look. Kijk, dit is een bubbelwafel. Wafel van jullie zitten? Oh. Kom hun weer. Maar het is echt een wafel met M&M's, dus chocola en aardbeien zoals je kan zien. Oh, oh die vier is er ook lekker uit. Ja, en hun hebben ook de Oreo genomen volgens mij. Ja. Ja, en het ziet er dus heel erg lekker uit. Wij gaan lekker genieten en ik zie jullie later weer. Yo. Wij zijn nu in een supermarkt. Ja, we moesten eigenlijk iets halen, maar ik weet geen eens wat. Weet jij het? Nou, in ieder geval, we zijn in de supermarkt. We zitten bij de Pamper afdeling. En bij de wiskas. Nee, ik weet niet waarom. Maar we lopen gewoon een beetje door de supermarkt heen. We gaan hierna naar een heel leuk wijkje toe. Kipfrietje. Ga weg. Ik schaam me echt weer. Ik ga weg hier. Oké, alle gekheid op een stokje. Wij gaan straks naar een heel leuk wijkje toe. Daar haal ik jullie weer up-to-date. Dus ik zie jullie straks bij een heel leuk wijkje. Ik maak er een hele leuke shot. We waren op hunting. Wat hou je? Hou je van vogels af? Ja. Waarom vind je dat zo lekker? Nou, het zijn allemaal zaadjes en soms zitten er ook wormen in. En dat is lekker. Ja. Oké, yo, we zijn dus bij het ene wijkje aangekomen waar ik het over had. Ja, je moet het echt even zien, want het uitzicht hier is echt niet normaal. Kijk. Check dit dan even scherp stellen.
Je kan hier dus over heel Brussel heen kijken. Ja. En het is echt heel bizar. Ook daar. En nou is het dat ik niet zo groot ben, dus dat ik hier niet zo goed overheen kan kijken. Maar het is echt super vet. In het echt kan je echt honderden duizenden meters vooruit kijken. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel cool. Ik vind het ook echt heel vet hier. Ja. Zo. En hier achter ons wordt er, is ook een moskee. Mooi weer. Mooi weer. En daar zo. Het is ook een mooi standbeeld, daar rennen we even heen. Moet je dit zien. Er staan er mooie standbeelden op. Aan de infanteristen ze bla bla bla. Vaderland. Oh ja, sorry voor de wind, maar ja. Dit is wel gruwelijk hoor. Dit is echt heel vet. Oké, we zijn nu op een, ja, ik weet niet, een soort van grasveldje beland. Niks bijzonders aan of zo. Maar ja, het is gewoon even leuk om hier te filmen. Ik bedoel... Zie jij wat ik zie? Ja. Oh. Allemaal hamsterballen. My god. Jongens, kijk. Dat is het bekendste gebouw van Brussel. Het is eigenlijk gewoon... En al die bollen zijn ongeveer net zo groot als een huis. Ja, al die bollen die je daar ziet, is even groot als een huis. En ja, dit is eigenlijk gewoon de Eiffeltoren 2.0, maar dan in Brussel. En het is ook geen driehoek of zo. Maar het is eigenlijk gewoon een kubus met in elke hoek een rondje. Maar het ziet er heel vet uit. Misschien kunnen we nog wat dichterbij, komen, dat zou wel heel vet zijn. Want ja, van in real life. De ding is dit ding echt zo mega groot. Als het ding je omvalt, komt hij ongeveer op het hier. Ja, sowieso wel. Yo, kijk, we zijn eigenlijk ook klaar hier zo bij dat gebouw daar zo. Ik weet niet meer hoe het heet. Komt wel nu in beeld, maar ja. Oké, we zijn hier dus een beetje klaar. En we gaan straks naar de Mackie toe. Want ja, de Mackie is gewoon goed, is lekker toch? Vind jij Mackie leuk? Ja. Lekker? Ja. Vind je niet lekker? Ik heb geen Mac. Ik vind het wel lekker. Ik wil gezondheid. Ik niet, want wij gaan naar de McDonald's. Dus, ik zie jullie bij de McDonald's. Ja! Ja, 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 ja. Dat laat ik erin. Dat laat ik erin, hè. Dat laat ik erin.